De unieke Jeroen Bos tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum. Morgen dan opent de koning hem officieel, maar Omroep Brabant mocht vanochtend alvast kijken. Journalisten die kregen namelijk een rondleiding en een van de gelukkigen was onze verslaggever Peter Pim Windhorst. Die is ook nu voor ons in het museum. Ja, dat is een van de werken. Peter Pim, hoe was het om dat allemaal te zien? Ja, waar jij nou naar kijkt, dat is de hooiwagen van Jeroen Bos. Een van die prachtige schilderijen die hier hangen. Van dit soort drie luiken zijn er een paar. En dan verder nog in totaal 17 schilderijen van Jeroes bij elkaar. We hebben er, nou, 10, 11 jaar lang over gepraat, over geschreven, programma's over gemaakt. En nu is het er echt. En dat is toch wel heel bijzonder. En het is ook gewoon een genoegen om hier te zijn en om die schilderij te bekijken. Want ze zijn nog steeds heel erg de moeite waard na 500 jaar. Ja, uniek dus, hè, dat ze allemaal bij elkaar zijn nu. Neem ons eventjes mee door die tentoonstelling. Ja, het grappige is, jij zegt dat ze allemaal bij elkaar zijn. Dan wil ik je toch even wat laten zien. Want de tand des tijds heeft natuurlijk in de loop der jaren wel toegeslagen. En dan kom je uit bij dit paneel. Dit paneel, dat hoorde ooit bij elkaar. Maar dit deel is in Frankrijk terechtgekomen en dit deel is in Amerika terechtgekomen uit elkaar. En in deze tentoonstelling hebben ze weer bij elkaar gaan. Je kan nu zien hoe het was. En normaal zou je daar dus 1000 kilometer voor moeten vliegen om ze allebei te kunnen zien. En hier kan je nu zien dat ze echt aan elkaar hebben gezeten, want de afbeelding loopt door. Nou, dat is een van die grappige, leuke, bijzondere dingen op deze tentoonstelling. En hoe zijn de reacties tot nu toe, Peter Pim? Ja, op internet komt er al van alles binnen. The Guardian in Engeland, toch ook niet de eerste, de beste krant, die heeft deze tentoonstelling al 5 bollen gegeven, geloof ik. 5 bollen of 5 sterren, ik weet niet precies waar zij mee werken. Maar ze noemden het in ieder geval de tentoonstelling van de eeuw in 2070. Hè? Dus dat is toch al bijzonder. En in onze eigen NRC ook 5 bollen, 5 sterren. Tot nu toe zijn alle reacties, ook van de mensen die hier rondlopen en de mensen waar je mee praat, ja, iedereen is heel erg enthousiast. Goed, de moeite waard dus. Dankjewel Peter Pim vanuit Den Bosch. Ja, veel internationale pers dus daar in Den Bosch. En gisteravond werden al die journalisten ontvangen in de stad. De schilderijen van Jeroen Bos kwamen het theater aan de Parade tot leven. Met thema's uit de tijd van Bos. Zoals verleiding en zonde. Het publiek was deze keer een internationaal gezelschap van 50 journalisten. I come from London, but I work for an American magazine. Ik kom uit Berlijn. I come from London. I come from Milano. I come from Barcelona. De journalisten worden in de watten gelegd en met een promotiefilm in verschillende talen. Et vous profiterez pleinement des bons côtés de la vie. Bizarre albträume en surrealistische träume der Lüste. Worden ze vast verlekkerd op wat komen gaat. Zij gaan straks in de kranten in hun land over Jeroen Bos en de stad Den Bosch schrijven. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste, vind ik, dat deze mensen ervoor zorgen dat heel veel toeristen naar onze stad komen. Meer bezoekers betekent meer bestedingen, meer werkgelegenheid. Ik ben een grote Bosch-fan en ik ben kunstkritikerin in Berlijn. Ich habe in Leipzig studiert und ich weiß, dass dort ganz viele Kunststudenten ganz toll auf Bosch stehen. His paintings have a nice mystery we still like 500 years after he painted them. So it's just a fantastic opportunity to come and see more panels than have ever been assembled here in Den Bosch. I mean, I've only ever seen reproductions of most of them, so to see the real thing is superb. It's very popular in Italy. Everybody who is knowing that there is an exhibition says, I will go, we love Bosch, you know. We are going to celebrate the life and works of Bosch. De burgemeester laat niets aan het toeval over en is zelfs zijn Engels gaan bijspijkeren bij de nonnen in Vught. Om er toch voor te zorgen dat de boodschap die wij hebben, en die is breder dan 20 schilderijen, om die goed over te brengen. En het charme-offensief lijkt geholpen te hebben. I like Den Bosch.